De studenten zijn er klaar voor. De cartoonist zit in de startblokken. Vanuit de Schouwburg in Sittard is dit het Denk Groter Debat. Hij komt nog uit de tijd dat mindfulness gewoon pluk de dag werd genoemd. Hij is de schrik van elke helpdesk. Bij het grote publiek werd hij beroemd om zijn oudejaarsconferences. Vandaag spreken we hier in het Huis van Toon met cabaretier Joep van het Hek. Nou, het leek wel geoefend. Toch, hè? Tot zover was alles geregisseerd. Oké. Okay, ja. Heilige grond, de zaal waar Toon Hermans gespeeld heeft, geboortegrond van Toon? Nou, ik moet wel vaak, bijna in alle schouwburgen, wel vaak even aan Toon Hermans denken. Ja? En ja, hij is hier geboren in Sittard. Daardoor wel wat vaker, maar in Carré moet ik vaker aan hem denken. Ja? Ja. Hoe gaat het dan? Je stapt Carré binnen, wanneer komt Toon in je gedachten? Nee, ik heb dat sowieso wel als ik in de kleedkamer in Carré ben. Dat ik dan in die spiegel zit te loeren. En denk van, nou, in die spiegel hebben al heel veel mensen gekeken. Van André van Duin tot Freek de Jonge, tot Tom Waits, tot Marlene Dietrich, tot Toon Hermans. Ja, dat vind ik wel, ja, denk ik altijd wel. Toon is je grote voorbeeld, voor wie niet zou ik zeggen. Ja, het grote voorbeeld, omdat ik toen 12 was. Dat hij zo op zijn hoogtepunt was. En op je 12e ben je natuurlijk redelijk aan denken wat je later wil worden. Dan ben je brandweerman af. En ja, dat leek me wel heel leuk. En toen was hij echt hot en groot in Nederland. Ja. En hij was de eerste waar mijn ouders mij mee naartoe namen. En ik weet dat ik in de zaal zat bij Toon Hermans. En het was sowieso mooi omdat je, het was wat dat je met je ouders, ik kom uit een groot gezin, mee mocht. En in die auto naar Amsterdam. Het was maar 12 kilometer, maar het is toch een behoorlijke reis. Ja. En dat je dan in dat prachtige Carré ging zitten. En dat hij op kwam lopen met een tros ballonnen in zijn hand, weet ik nog. En dat het een soort, ja, een soort, hij toverde het theater om tot een soort feestje. En mijn ouders waren daarna 10 dagen echt verliefd op elkaar. Wat ze ook wel, ze hebben 8 kinderen, dus ze zullen zo... 8 keer naar Toonwezen kijken. Ze ook, zijn 8 keer met Toonwezen, ja. Maar ja... Ja, grappig. En ik merk dat die man zoveel energie aan die zaal gaf. En de mensen zo vrolijk en blij naar buiten gingen. Dat ik dacht, ja, dat lijkt me eigenlijk leek me een mooi vak. Nou, het is goed gelukt. En je kunt nu, met de ogen van nu en de ervaring die je hebt, misschien ons ook eens vertellen wat er precies gebeurt als je naar Toon kijkt. Kijk eerst even mee. Bij zo'n banket mag je niets in je zak steken. Want ik wou een bal gehakt in mijn zak steken. Lag vlak voor me. Prachtige bal. Zelden zo'n mooie bal gehakt. En ik heb veel ballen gehakt gezien van mijn leven. Hè? Maar dat was geen gewone bal. Dat was een galabal. Nou, ik vond het zelf grappig. Ja. Ja. Maar wat gebeurt hier precies? Waarom is dit humor? Wat? Nou, het was toen zeker humor. Het was toen meer humor dan nu, denk ik. En het was... En ja, zijn timing is natuurlijk geweldig. Hij kon een theater als Carré, ook een theater als dit, kon hij omtoveren tot een klein cafeetje. En dat hij eigenlijk iedereen individueel aansprak. Dat iedereen het gevoel heeft, het is mijn avond. En dat is natuurlijk waar je ook als theatermaker een beetje naar streeft. Ja. Ja. Nou, je zit in het Denk Groter Debat. De standaard openingsvraag die we iedereen stellen is, wie heeft u groter laten denken? De dichteres, de Poolse dichteres, Szymborska. En ik kan niet helemaal uitleggen waarom.
Maar omdat ik minimaal één keer per dag een gedicht van haar lees. Ofwel twee, ofwel drie. In het Nederlands? In het Nederlands, ja. Ja, dat Pools mij dat... Nee. En ik blijf mij verbazen om wat zij inderdaad met een takje, een kamer, een kraan, de mensheid gewoon... Ja, zij kan over zulke kleine dingen dichten, waardoor je groter gaat denken. Degene die u het grootst heeft laten denken, die kan over kleine dingen iets zeggen. Ja, ja. We hebben vandaag een cartoonist, Emme de Jong. Zij zal vandaag tijdens de uitzending een cartoon maken over een van de fragmenten. En straks uitleggen waarom ze dat getekend heeft. En dat wordt het cadeautje aan het eind van de uitzending. Doe je best. Studenten, de eerste vraag is aan jullie. Ja. Ja, Joep, achter het clownesk gedrag, achter een grappen maken, dat wordt vaak gebruikt als muur. Daar schuilt vaak iets achter. Verschuil jij je ook wel eens achter die muur van grappen maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een... Zou u eens een voorbeeld kunnen noemen? Nou, ik weet nog het voorbeeld dat de begrafenis van mijn moeder... De dag dat ik echt heel verdrietig was, want ik had een hele aardige moeder. En dat toen bij dat daarna het koffiedrinken, wat wij in goede katholieke kringen, was dat wijn. Dat toen een mevrouw tegen mij zei, wat een ontzettend geluk dat je vanavond niet hoeft op te treden. Ze zei, moet je vanavond optreden? Ik zei, nee, mijn moeder heeft er een beetje rekening mee gehouden. En toen zei ik, nee, ik hoef niet op te treden. Ze zei, wat geluk dat je niet hoeft op te treden. En toen dacht ik, dat zei ik niet tegen haar... Wat jammer eigenlijk, want wat had ik eigenlijk vanavond graag opgetreden. Omdat ik best verdrietig was, dat ik moet nu het podium op en alle grappen vertellen die er zijn. En ik geloof dat het wel degelijk waar is dat een... ik ben privé best ernstiger dan de seconde dat ik het toneel opstap, ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ben u wel eens van het podium afgestapt of zou er een reden kunnen zijn waarom u van het podium af zou stappen? Ik ben er elke avond tot u toe afgestapt. Maar de volgende dag stap ik er weer op. Het is net werk. Het is gewoon werk. Nee, ik ben er nog niet afgestapt. Ik heb ook nooit overwogen. Nee. Dank u wel. Is het denkbaar? Toon Hermans zelf is een keer in de pauze gestopt en daarna voorgoed gestopt. Die was aan het optreden en die voelde dat het... niet meer ging, dat hij niet meer over zijn, onder andere het verdriet van zijn vrouw heen kwam. En die zei toen in de pauze, ik ga naar huis. En daarna heeft hij nooit meer gespeeld. En zo stelt u zich dat ook voor, dat zou kunnen? Nou, dus ik vind het wel leuk om een soort te stoppen, dat je inderdaad een vol carré hebt, dat je opkomt, zegt, doe het niet. Dat lijkt me dan wel geestig. En dat zou dan denken, grapje, en dat je dan inderdaad niet meer terugkomt. Dat lijkt me wel geestig, maar nee. Ik zit wel eens te denken van, hoe neem je nou op een zo net mogelijke manier, of zo'n leuk mogelijke manier, hoe ben je het nou voor dat je op tijd, dat als je gezegd ik stop, dat eigenlijk de hele zaal zegt, oh man, ga nog even een jaartje door. Dat. Laten we het over het vak van cabaretier hebben. Er is nu een soort van cabaretopleiding, het Koningstheater Academie en Anne Uiterhaag. De directeur daarvan, die zegt iets over het vak. Kijk of je het daarmee eens bent. Er zijn natuurlijk fans van Joep en die zijn geïnteresseerd geraakt in het cabaret vanwege Joep. Omdat hij natuurlijk al zo lang op enorme hoogte speelt, op dit hoge niveau. We hebben contact met hem, omdat de opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Koningstheater. Met Frank Verhallen. Dus onze studenten zien daar hun voorstelling voor, nabesprekingen en hebben gastcolleges. Onder andere van Joep. Of soms kunnen mensen mee met Joep. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is voor jonge studenten een dream come true. Ja. Cabaretier zijn is een beroep. Je kunt elk beroep leren. Maar je kunt alleen maar excelleren als je daar talent voor hebt. Ja, dat excelleren geloof ik wel. Maar kan iedereen cabaretier worden? Kun je dat leren? Nee. Nee. Het is een enorme vergissing. Dat er wordt, wat mij ongeveer 5 keer per dag gezegd wordt, van je zou hem eens op je toneel moeten halen. Hij zet het hele kantoor altijd op stelten. En dan kijk ik naar hem en denk ik, nou blijf jij maar lekker onder de TL-buizen. Dat gaat heel goed volgens mij. En dat is natuurlijk een grote vergissing, dat hij die leuk is in de kroeg, het verschil met op toneel en
Toneel vraagt een andere discipline, een andere. Je speelt met een zaal, je moet goed bedenken of het. Of het gaat. Ja, en het is denk ik ook een zeker talent. Iemand zei het een keer tegen mij: je moet eens een keer bij. Er werd een van de naam genoemd, een van een gozertje die heel goed scheen te zijn. En die trad op in Klein Bellevue. En er waren iets van, nou, het was vol, iets van 80 mensen. En dat was een zekere Hans Thewe. En ik zag Hans Thewe opkomen lopen. En ik wist in 1 minuut dat heel erg goed zou gaan. Dat zag dat? Wat is dat? Je moet grappig zijn. Dat is voorwaarde. Ja, dat is je moet grappig zijn. En tenminste, als je cabaretier bent, als je als balletdanser gelijk bent. Nee, is dat geen voorwaarde. Goed op je bek gaan. Maar, nee, maar ja, je moet grappig zijn. Het moet, mijn vader, die zei een keer na een voorstelling van mij, die was politiek volslagen met me oneens. Hij zei, maar je bent wel grappig. En hij haalt een kutavond en zei, maar je bent wel grappig. En dat vond ik, dat vond ik wel het compliment eigenlijk. Ja. Studenten, het wordt weer aan jullie. Wil je een brownie van Marjolein? Wat zegt u? Of je een brownie wil van Marjolein. Versta je het? Ja. Is het iets met seks of is het eten? Nee. Ja, ik vind het allebei lekker. Het is eten. Nou ja. Ja, ik weet het niet. Vaak na het eten kan ik wel wat. Ja, ik wil wel een brownie van Marjolein. Ja. Oh mijn god. Is de specialiteit of... Studeer je dat brownies of zo? Of, Nou, lieverd. Dankjewel. Dankjewel. Lekker. Ja? Wil je eerst alle culinaire vragen achter elkaar? Of, Nee, alles mag. Alles mag. Alles mag. Oké. Okay. Goed. Volgende. Cabaretier zoals Toon Hermans, die hebben best wel een groot voorbeeld voor mensen. En neem ik aan ook voor kinderen. Denkt u ook na over welke grappen dat u vertelt? En met welke intentie dat u die vertelt? Nee. Nee, serieus niet. Ik denk, als ik een programma aan het maken ben, dan schrijf ik, wat ik zelf vaak noem, je moet de pen in je hart dopen. Je moet gewoon kijken waar je mee bezig bent, wat er is en waar het op dat moment in het land over gaat of weet ik wat. En dat schrijf je, of dat maak je. En... verder denk ik niet veel na. En ik denk vaak, is een grap leuk of is een grap niet leuk? Er is geen grens? Er is geen grens, maar er is wel een gevoelsgrens of een fatsoensgrens. Ik zou bijna nooit een grap over gehandicapten maken, omdat ik ze mensen ook niet leuk vind. Ik zie wel eens cabaretiers heel erg hun best doen om harde grappen over gehandicapten te maken, maar dat vind ik ze vaak niet zo leuk en het komt vaak heel geforceerd over. Of je moet een hele... ik had inderdaad een keer een blinde op de eerste rij zitten. En zei ik dat ik dat redelijk egoïstisch vond, dat je toch geen flikker zag. Dat je dat helemaal achterin gooien. Daar moest iemand ontzettend om lachen. Was hij ook doof? Of? Wat? Was hij ook doof? Hij was niet doof. Nee, maar dat was ontzettend grappig. En daarna kwam die man ook nog. Dat was gewoon een geestig moment. Ik zei, wat raar, want jij zat er zo hier met zijn hond. Dat is wat belachelijk, zeg. Iedereen wil heel graag hier zitten. Ja. We mogen zeggen dat u beroemd bent geworden bij het grote publiek door de oudejaarsconferences. Dan hebben we daar ook een grote meester. Uw voorganger zouden moeten zeggen, laten we er even kort naar kijken. Het geluk is met de dommen, zeggen ze wel eens, maar dat is bij vannacht niet waar, want dat is veel te veel. Nee hoor. Maar het geluk is natuurlijk dat de grote tegenspeler in het CDA, Aantjes, is tijdelijk uitgeschakeld. Voelt u het accent op tijdelijk liggen? Dan is het goed. Hij is tijdelijk uitgeschakeld. Dat is natuurlijk, Aantjes mag de Kamer dan niet meer binnen. Ik weet niet of dat ook voor eeuwig is. Maar wij zijn altijd zo goeier in Nederland. Hij moet weer wel een baantje hebben, weet je wel. En dan heeft hij nog een hoop nood op zijn zang. Het moet wel een bestuurdersfunctie zijn. Ik heb al gedacht, zou lijn 3 niks voor hem weten? Ja, dan met die borden voor hem op het podium. Ja, je zag hem op de borden kijken. Ja. Hij had dat...
dat weten jullie wel of niet. Hij had allemaal grote borden met zijn onderwerpen had hij klaar liggen. En dat had hij een keer neergelegd op het toneel. En toen dacht hij, dat ziet niemand. Dat legt gewoon keurig neer. Maar hij had vergeten dat er een balkon was. Het hele balkon had die borden zien liggen. Die had gezegd, goh meneer Kan, u heeft allemaal al uw teksten om u heen liggen. En dat vond hij eigenlijk zo grappig dat hij vanaf dat moment heeft die borden nog beter in beeld gelegd. Ja, het werd een handelsmerk. Ja. Maar heeft een volstrekt andere stijl? Is die ten opzichte van Wim Kan ontwikkeld? Heeft hij naar die mensen gekeken hoe het anders kon? Of is die stijl... Nee, ik heb mijn eigen stijl, maar ik heb wel altijd grote bewondering gehad voor zowel Toon Hermans, Wim Sonneveld, Wim Kan, Freek. Mensen die hun vak goed, Theo Maassen, mensen die hun vak goed doen. Daar heb ik altijd kijk met hele grote bewondering naar. En dan denk ik altijd, heel goed. En Toon Hermans heeft zo'n nummer gehad, dat ik nog altijd even de mooiste nummers vindt dat hij tegen zijn toneelmeester zegt, ga even mijn tennisracket halen. Ja. En dan geeft hij hem zijn autosleutels. En dan doet Toon Hermans bijna 10 minuten niets op het toneel. Dan gaat hij op dat tennisracket wachten. En laat de zaal van achter, want mensen gaat gewoon... En dan komt hij één keer langs de microfoon en zegt hij, ik had ook een liedje kunnen zingen. En dat vind ik zo geestig en grappig. En dat is eigenlijk tegen alle theaterwetten in om 10 minuten niets te doen in een vol carré. En hij deed dat. Toen ik begon met spelen, had ik veel hoger tempo in kleinere zalen dan ik nu heb. En dat is niet omdat ik langzamer geworden ben, maar omdat ik gewoon geleerd heb dat op een gegeven moment dat je publiek op een soort golf kan meenemen en kan spelen. Waardoor ook, het zijn allemaal jouw gedachten waarop mensen mee moeten en zo. Het is een ritme, een flow? Ja, dat je met zo'n zaal gaat. En dat het niet alleen het kunstje is om proberen de cabaretier bij te houden voor het publiek. Want ze vinden nog steeds dat ik redelijk snel ga. Dat is ook wel de bedoeling. Maar dat je de mensen de kans geeft om te lachen en om uit te lachen. En om, nou ja, dat is een beetje... En dat heb ik wel van Toon en van Wim Kan geleerd, ja. Hey, Joop, als we naar een stukje levensfilosofie gaan. Wat is dan voor jou echt belangrijk? En wat heeft voor jou dat bijgedragen als succes eigenlijk? Niet als cabaretier, maar als mens. Dat je op een dag hartstikke dood gaat. En dat beloof ik je, jij, ik, iedereen die hier zit. En dat daardoor voor de dood een heleboel zaken onbedaarlijk gelul zijn. En dat een heleboel mensen de verkeerde dingen nastreven. En dat valt me op. En daar heb ik het eigenlijk al 40 jaar over op toneel. En daar moeten zalen heel erg om lachen. En ja, dat is eigenlijk mijn filosofie. Dat heel veel mensen ontzettend ongelukkig zijn, omdat ze de verkeerde dingen nastreven. En binnen die verkeerde dingen nastreven, met het foute wijf getrouwd zijn, bij de verkeerde baan doen. En nou ja, te hoge hypotheek hebben genomen, foute caravan delen, sorry. Ja, mensen worden, lijstje. Nee, er zijn ontzettend veel mensen die vanuit opvoeding of vanuit jeugd of dingen meekrijgen of dat moet je of ga nou eerst maar dat doen. En op een dag komt er een tram en die rijdt je hartstikke dood of je krijgt van de dokter te horen dat je nog anderhalve week te leven hebt. En dan zitten mensen van, ja, ik had dat nog gewild, ik had dat. Ga nou maar lekker allemaal doen. En nou ja, dat is ongeveer mijn filosofie. Dankjewel. Graag gedaan. Joep, in het Denkgroot Debat leggen we altijd een paar dilemma's voor. Passen is niet nodig voor jou, denk ik. Schrijven of praten? Ik moet kiezen. Dan heb je met dilemma's, ja. Ja, maar praten. Jochem Meijer of Najib Amali? Jochem Meijer. Willem-Alexander of Willem van Hanegem? Ja, Willem van Hanegem, want die heeft zelf mogen kiezen wat hij ging doen. Ja. Carré of de Arena? Carré. Serieuze humor of grappige ernst? Grappige ernst. En ergens spijt van of nergens spijt van? Bijna overal spijt van. Behalve dat ik hier zit. Het is zo'n topmiddag. Ja. Is er één ding wat je er binnen schiet? Dat je denkt, ja, als we het hebben over spijt, dan... Nee, maar er zijn heel veel dingen waarvan ik denk van, nou, dat had wel anders gekund of beter gekund. Of gewoon in je privéleven of in het normale bestaan of, ja, weet ik veel. Nou, er is bijna een klassiek thema in de cabaretwereld op dit moment. De tegenstelling met een van je grote collega's. We gaan even kijken wat Jacques Ancona daarover te zeggen heeft. Jacques. Ja. Bij Joep gaat het nooit om show.
Bij Joep gaat het om inhoud en om het verhaal. De grote voorstellingen die hij maakt zijn de voorstellingen van het verhaal. Daarmee loopt hij parallel met Freek de Jonge, zijn grote collega. Freek is vernieuwender dan Joep. Freek doet zoveel andere dingen. Freek is ook productiever dan Joep. Die maakt schijnbaar moeiteloos zomaar even een voorstelling tussendoor. Bij Joep is het meer geprogrammeerd. Bij Joep wil ik anderzijds wel zeggen, de oudejaarsconferentie, naar het voorbeeld van de legendarische Wim Kan, daarin is Joep de absolute ongeëvenaarde meester. Nou, sympathiek. Toch? Een geweldige man. En dat Freek vernieuwender is ook geen geheim? Nou, Freek doet veel meer. En die doet heel veel. En in mijn gevoel, maar dat moet hij zelf weten, wel eens te veel. Dat je gelooft dat je 6 nieuwe programma's per jaar op tv ziet. En dat ik ook denk, nou, er zit behoorlijke haast achter. En ik geloof zelf meer in het goed maken van een degelijk programma. En ik werk wat langzamer. Maar heb daar absoluut geen spijt van. Oké, we hebben de mogelijkheid om een stelling in te zetten in het Denk Grote Debat. Dat doen we nu. Actueel in de cabaretwereld blijft de vrijheid van meningsuiting. Dus als jullie eventjes je groene en rode brief willen pakken, dan mag je zometeen kiezen. De stelling van dit debat is: in Nederland moet iedereen kunnen zeggen wat hij wil. Als je voor bent, steek je groen omhoog. Ben je tegen, steek je rood omhoog. In Nederland moet iedereen alles kunnen zeggen wat hij wil. Oké, dankjewel. Zou jij even willen staan, alsjeblieft? Jij vindt dat niet? Ja, nou ben je voor echt belangrijk. Nou ja, het lijkt me niet goed als je mensen gaat beledigen. En ik denk dat je daar wel heel erg voor moet oppassen. Daar ligt voor jou de grens. Okay. Ik vind respect wel heel belangrijk. Nou, wat is beledigen? Nou ja, dat kan op huidskleur zijn, op gedrag, op ja, de persoonlijkheid van de mens. Ja. Ik denk dat je mensen wel eens een waarde moet laten. En, ja, dan zou je soms wel eens woorden moeten inslikken. Ja. Jouw buurman, mogen die even horen? Jij vond van wel. En bijna iedereen was het met je eens. Waarom vind jij dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil? Ik zie dat als een onderdeel van onze democratie. En democratie is daarop gebaseerd, bij mijn weten. Dus vandaar. Iedereen overal altijd kunnen zeggen wat hij wil? Ja. Joep, hoe zit jij daarin? Want daar speel je toch mee, volgens mij. Ja, volgens mij moet je inderdaad alles kunnen zeggen wat je wil. Je moet alleen... Als je op de middenstip van de Kuip staat, moet je wel iets slims over Feyenoord zeggen, blijkt mij. Of in de middenstip van de Arena en je moet iets over Ajax. Je moet wel een beetje aanvoelen. Tenminste, ja, er lopen ongelooflijk veel idiote, agressieve mensen in de wereld rond die bereid zijn om je kop eraf te hakken, omdat je in Sittard zegt dat je Geleen interessanter vindt. Of Brunsum. Ja, ik weet niet of ik voor Brunsum wil sterven. Dat weet ik niet, maar... Lijkt me goed. Ik ben het absoluut mee eens. Je moet alles kunnen zeggen. Okay. Het zijn maar woorden. Nou, een van je collega's heeft daar onlangs iets bijzonders over gezegd. Laten we even luisteren. Naar aanleiding van de laatste voorstelling, met alle respect. Die is uitgezonden op de televisie eind vorig jaar, 29 december. Dat heeft... Van alles doen gebeuren in het land. Mensen hebben er met plezier naar gekeken, maar er waren ook mensen die zich ontzettend opwonden. En met name over één opmerking, of zo je wilt grap, die in de voorstelling zat. En misschien is het goed dat we daar even naar gaan kijken. Ja, als een hond vals is, dan krijgt hij een spuitje. Als een politicus vals is, dan krijgt hij persoonsbeveiliging. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ik ben tegen persoonsbeveiliging. He, misschien dat mensen dan net even iets langer nadenken voordat ze wat zeggen. Ja, zo'n zin. Jaloers kunnen zijn dat hij die bedacht heeft? Of? Nee. Mooie zin? Ging wel. Ik heb Theo wel eens leuker gezien. Ja? Grappiger, ja. Ja, grappiger. Ja. Maar de essentie van zijn boodschap in die ene zin? Nee, want ik ben zelf heel erg tegen Wilders, maar ik ben ook heel erg tegen het feit dat hij beveiligd moet worden. Ik ben het heel vaak niet met hem eens, maar ik vind dat die man alles moet kunnen zeggen. En ik vind het echt verschrikkelijk dat die man op deze manier
beveiligd moet worden. En dat het echt serieus is. Dat anders zijn kop eraf gaat. Studenten, aan jullie. Ja, ik ben hier vanuit marketing en u heeft het een paar merken erg moeilijk gemaakt. Nou, onlangs T-Mobile heeft u wat problemen mee gehad. Maar heeft ook eerder een merkbier uit de schappen gehaald. Doet u dat bewust of is dat onbewust en is dat een gevolg? Nee, bij dat merkbier, Buckler, ga je toch? Ja, dat was ik bang voor. Buckler was heel simpel. Ik kom nog uit gewoon de generatie van dat een biertje hartstikke lekker is. Je drinkt een biertje met je vrienden klaar. En toen kwam opeens, werd alles light en dit. En toen kwam opeens bier zonder alcohol. Ik zei, wat een gelul. Wat is dat? Drink dat niet, neem dan een spaatje. Maar ga nou niet met een nep biertje. Ik vond het gewoon raar dat je vond ik raar. Dus ik zei gewoon, dat is gereformeerd bier. En ik begon daar ontzettend over te zeiken. En een vriend van mij, die werkte bij Heineken. En die zei dat er heel veel mensen van Heineken steeds in de zaal kwamen om te kijken. Dus bij de try-out zaal. En toen had hij tegen een paar jongens van Heineken gezegd van, wat kom je eigenlijk doen? Ja, zo geweldig dat Joep daar grap over maakt. Want er zijn meer soorten alcoholvrij bier. Maar dat hij ons eruit gepikt heeft is zo geweldig. Maar het bekte gewoon lekker Buckler. Buckler, dat is gewoon Buckler. Dat was gewoon, ja, je had ook Klausthaler bier of Bavaria. Dat klonk niet lekker. Dus Buckler lul. En je staat in het café, godverdomme, naar zo'n Buckler lul. Dat ging goed. En toen, dus die Heineken zat met zo'n lul in de zaal, die waren helemaal blij. Alleen wisten ze niet dat op 1 januari echt iedereen massaal dat diertje liet staan. Omdat hij niet voor een gereformeerde Buckler lul door het leven wilde gaan. Dus totaal heeft het later heeft meneer Heineken mij uitgerekend dat het 400 miljoen heeft gekost aan de firma. Maar meneer Heineken heeft me dat lachend verteld. Nou, dan ben je rijk. Ja, T-Mobile is iets anders gelopen. We kennen het verhaal. Uw zoon liep vast. U bent daar vrij onschuldig ingestapt aanvankelijk, maar er is veel gebeurd. Wat T-Mobile nooit gedaan heeft, is daar serieus op gereageerd. Of met u in debat gaat. Ja. Nee, maar die hebben ook gewoon een enorme bak met marketingdeskundigen. En die hebben gewoon advies gegeven, niet reageren. Ja. Dan waait het wel over. Nou, dat hebben ze heel slim gedaan. Tot vandaag. Oh. Vooral in de communicatie daaromtrend hebben we dat gewoon niet goed aangepakt. Waardoor bij iedereen het beeld is blijven hangen dat er heel veel dingen fout waren bij T-Mobile. En het klopt absoluut dat service niet belangrijk genoeg werd gevonden op dat moment. Nou, er zijn meerdere dingen concreet veranderd. 2 jaar, 3 jaar geleden was de telecomwereld een wereld waarin iedereen heel blij was met allemaal nieuwe klanten. Natuurlijk zijn we dat nog steeds. Maar we zijn nu veel meer geïnteresseerd in onze bestaande klanten. Dus de organisatie is echt op zijn kop gegaan. Dat is niet te danken aan Joep van het Hek, sorry. Maar hij heeft wel urgentie aangegeven en daardoor zijn dingen wel in de versnelling gebracht. Het feit dat wij nooit met Joep van het Hek in debat zijn gegaan toen dit speelde, is achteraf gezien natuurlijk gewoon een hele foute keuze geweest. We hadden dat gesprek aan moeten gaan, we hadden moeten uitleggen wat de fout was gegaan, hadden daar open en eerlijk over moeten zijn en hadden de fout moeten herstellen. Beste Joep, we zijn nu bijna 3 jaar verder nadat je ons allemaal enorm hebt wakker geschud. Wij hebben ervan geleerd, we hebben er heel veel van geleerd, we hebben heel veel dingen veranderd. Ik durf te zeggen dat wij nu een bedrijf zijn binnen de telecomsector die service absoluut nummer 1 heeft staan. En dat we daar echt een goede prestatie leveren. En ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om eens een keer langs te komen. Om met eigen ogen te zien wat er allemaal is gebeurd en veranderd in de afgelopen jaren. En ik hoop van harte dat je de uitnodiging aanneemt. We bellen. Wat is uw reactie? Ja. Ik snap het wel, maar dan, als je dan langs gaat, dan word je meegenomen naar het callcenter waar het allemaal heel goed werkt. En dan lopen er ook weer 30 fotografen omheen en dan wordt het later weer gebruikt. En ik geloof er toch geen flikker van. Ik ga liever een keer zo spontaan bij ze langs, dan schrikken ze zich de tyfus. Erik Dekker, Team Mooibal. Joep van Dek gelooft er niets van. Nee, maar wat ik bedoel, nee, ik wil wat zeggen. Ik ken dit zijn allemaal van die voorgekookte bezoekjes. En ja. Ja, wat mij betreft, we bellen. Ik geef straks mijn nummer en bel als je voor het gebouw staat, dan
Dan kunnen we een rondje lopen en dan kun je zien wat je wil zien. Is goed. Bent u oprecht geïnteresseerd naar wat er veranderd is? Of is het u te doen? Nou, ik merk wel dat er wat van. Maar ik merkte gewoon dat in elk café waar ik kwam, op welke verjaardag je komt, op welke vrienden je spreekt, dat iedereen was het zo spuugzat. Dat is de aanleiding. Die kennen we. Ja, maar gewoon dat je gewoon echt georganiseerd genaaid werd door al die bedrijven. En dat jij zal ontkennen van, ja, we naaiden niet georganiseerd, maar er werd in de vergadering in elk geval niet geregeld dat het goed georganiseerd was. En daar is nu, bij een aantal bedrijven, is daar veel veranderd. Ja. Trots? Ja. Nou ja, ik heb toen dat gedaan en dat blad de help uitgebracht samen met de NRC. Geholpen. En daarna ben ik weer, dacht ik, want ik krijg nu nog dagelijks mails erover. Maar ik geef iedereen antwoord, ik ben weer cabaretier en geen ombudsman. Want het was alleen maar een grapje en klaar. Ja. Maar wij gaan een keer, en dan mag je daarna bij mijn bedrijf komen kijken. Dat is goed. Dank je. Maar is er een student in de zaal die ergens last van heeft? Die zegt, god, daar wil ik wel vanaf. Nou, is hij er toch? Kijk, je vriend. Jij wil van je vriend af. Nou, ik even bij. Ik zou wel van het pestprobleem in Nederland af willen. Hoe zou je dat doen? Wat? Het pestprobleem? Het pestprobleem in Nederland. Kinderen die gepest worden of op de werkvloer? Of? Ja, eigenlijk gewoon overal. Niet dat ik gepest word, maar je hoort het nou, wel heel nu veel. Nu wel hoor. We zullen je hebben, Kreeg. Met je kutbrownies. Ja. Hey, wat je zegt bij jezelf, hè? Wat je zegt bij jezelf. Ja, dat is waar. Nee, maar het pestprobleem. Ja, ik begrijp nu ook, pas uit de laatste week uit de krant. Vroeger werd er... Ik ben ook gepest. Ik was een klein, dik mannetje met een brilletje. En, vroeger? Wat? Vroeger. Maar ik geloof dat het pesten wel hele rare vormen aanneemt nu. Dat het echt heel... Ik geloof dat pesten voor een deel bij het leven hoort. Dat je gewoon als je kinderen bent, dat je gewoon elkaar wat dingen zegt. Ik ken zoveel jongens die mij hey bolle noemen. Maar het pesten heeft een hele andere vorm gekregen. Door dat internet en door dat anonieme en door de social media. En ja, maar hoe je dat oplost, hoe je daarmee... Nou, ik zal er eens over nadenken. Is goed, horen we nog van je. Ja, je hoort zeker nog van me. Ik zal je stalken, Kreeg. Waar minder makkelijk over gesproken wordt, en ik weet eigenlijk niet precies waarom, is de stichting die u heeft. Laten we eerst even kijken wat uw zus erover zegt. Joep heeft, toen het wat beter ging en hij wat bekender werd en wat meer verdiende, wilde hij heel graag ook iets terugdoen voor de maatschappij, of iets goeds doen. En daar heeft hij heel goed over nagedacht. En hij, zijn hart lag wel bij ontwikkelingslanden of mensen die het echt veel minder goed en minder kansen hebben in het leven. Dus toen... is hij daar heel goed over navraag gaan doen bij het ministerie en advies over gaan inwinnen. En toen heeft hij uiteindelijk besloten tot de oprichting van Stichting Alle Beetjes. Dat komt van Alle Beetjes Helpen. En die bestaat sinds december 1993, bestaat die stichting. We richten ons op hele kleine, mooie projecten in ontwikkelingslanden. Die vaak die heel blij zijn met wat kleinere bedragen of met alles wat ze kunnen krijgen. En vooral projecten in die zich met de basisbehoeften bezighouden. Maar wij richten ons vooral op onderwijs voor kinderen. Heel vaak scholen of scholen, leermiddelen, dat kinderen naar school kunnen. Iets dove, blinde kinderen. Nou, dat is ongeveer waar we ons op richten. Hij houdt niet zo van bedankjes en dat vindt hij ook... hij kan het doen, daar is hij heel blij mee. Maar hij wil dat het liefst stilhouden, dat vindt hij prettig. Hij wil daar niet mee te koop lopen of... dat aan de grote klok hangen, dat vindt hij niet fijn. Is dat een soort van bescheidenheid? Of, want... Nou, het begon heel simpel. Het was gewoon schuldgevoel. Ik begon in 89 te doen van dat ik gewoon heel goed kon leven van mijn theater. Dan gingen de zalen echt uitpuilen. En dat betekent dat er ook heel veel geld binnenkwam. En toen, daar doe je wel eens iets. Je geeft wel eens mensen wat. En toen op een gegeven moment wilde ik een keer aan iets wat geven. En toen moest ik daar ook voor bedankt worden. En toen zei ik, hoezo? Ja, dan geeft u het en dan is dat ook een gift. Toen zei ik, nou nee, ik wil het wel geven, maar dan hoef je me helemaal niet te bedanken. Dan geef ik het. Ja, zei toen iemand, maar dan kan je het niet aftrekken. Dat ik, oh ja. En toen werd het inderdaad ingewikkeld. Dat je, en toen dacht ik, nou, toen heb ik gewoon een stichting opgericht. En al vanaf inderdaad, vanaf 1993... gaat een deel van mijn voorstellingen naar die stichting.
En dat gaat naar allemaal derde wereldprojecten. En ik heb daar geen verstand van. En ik zit in het bestuur van de stichting, maar alleen voor de gezelligheid zit ik erbij. En ik vind het allemaal goed. En het zijn allemaal deskundigen, zoals mijn zusje is directeur van Plan Nederland. Die weet heel, en die heeft heel veel ontwikkelingswerk gedaan. En die heeft heel lang in het buitenland gewoond. Dus die heeft er echt verstand van. Er is iemand van het ministerie zit erbij. Nou, nog een paar mensen die er echt goed verstand van hebben. En die beslissen over al die doelen. Over groter denken gesproken. Dus bijvoorbeeld in Burkina Faso zijn op een gegeven moment een paar waterpompen geslagen. Waardoor de mensen die water wilden niet meer 10 kilometer hoefden te lopen, maar slechts 5 kilometer. Nou, schiet je toch lekker op. Lekker. Maar het feit dat je daar al over nadenkt, dat mensen dus 10 kilometer voor water moeten lopen. En dat je dat kan halveren door een paar waterpompen te slaan. Terwijl het... Nou, en het is dus eigenlijk een deel is het schuldgevoel, gewoon van mezelf uit. Dat ik alles heb. Dat ik gewoon. Ik rijd geen Porsche minder om. Ik rijd trouwens geen Porsche. Maar dat was het gevoel waarmee het geboren is. En nu doen we het zoveel jaren. En ik ben ontzettend veel van de stichting gaan houden. En alle doelen waaraan we geven, ken ik. Ik neem ze allemaal zelf door. Ik lees het door. Ik weet waar het over gaat. En ik begrijp ook als het bestuur zegt dat ze aan iets niet geven. De dood is het grote thema in alle voorstellingen. Jullie familie is er niet van verschoond gebleven en Monique zegt daar iets over. Ik denk dat iedereen in zijn leven altijd wel met de dood bezig is en dat je graag alles wil behouden wat je om je heen hebt. Hij is daar wel bijzonder mee bezig altijd, Joep. En mijn ouders zijn zelf begin 80 geworden, dus die zijn niet zo jong overleden, maar andere mensen in de familie zijn wel jonger overleden. En mijn broer die vorig jaar overleden was, Carol, was 63, dus dat was toch wel echt veel te jong. Ja. Het is heel verdrietig en het deed heel veel pijn, maar het is ook, als je verdriet hebt om iemand, betekent dus ook dat iemand heel veel voor je betekend heeft. En dat is ook wel weer heel mooi, tenminste zo probeer ik er zelf naar te kijken. Wat is het eerste moment na die begrafenis van uw broer dat u gespeeld heeft? Twee dagen daarna. En hoe gaat u dan het podium op? Ja. Voorwaarts. U zei dat u die emotie mee zou willen nemen in de voorstelling. Is dat daar gelukt? Ja, ik denk het wel. Door heel hard in deze voorstelling wordt heel hard om de dood gelachen. En dat is ook, denk ik, een beetje in de sfeer van mijn broer. En ook wel van mijzelf. Van... Ik weet dat het me onbedaardelijk aangreep, de dood van mijn broer. Maar na zijn dood, en toen hij begraven was, dacht ik daarover na. Ik was heel verdrietig. Maar ik dacht ook, nu nog harder. Leven, dansen, drinken, vrijen, geloven. Niet in God, of wel, wie je wil. Maar mijn broer is gewoon omgevallen. En ja, daar is eigenlijk waar ik het al vaak over gehad had. En dat gebeurde. Ja, door. Mooi. Laatste vraag? Ja. Ja. Hoe wilt u later herinnerd worden? Ja, grappig. Als een mannetje die daar kon je wel mee lachen. Punt. Ja, zo een beetje. Wat ik, daar kon je wel naar lachen. Of die had wel, dat. En de, paar, ik heb een paar liedjes geschreven die, over een konijn. Ja. Ja, dat een beetje. Niet zo, ik heb niet zo'n heroïsch of iets van, ik moet iets nalaten. Of je kan je naam in de sneeuw pissen, maar het gaat toch dooien. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. We sluiten het Denk Grote debat af door eerst eventjes te vragen aan Aimé de Jong wat zij getekend heeft. Onze cartoonist vandaag. Zou je kunnen laten zien wat je getekend hebt en even vertellen? Ik heb gewoon een portret getekend eigenlijk, maar wel met de brownie. Dus je bent nu vereeuwigd met de brownie. En ik moet zeggen dat het nog best wel moeilijk was, want eerst leek u een beetje op Mart Smeets, maar die was er een andere aflevering. Je hebt maar een mooie slag. Ja, toch? Je bent ontzettend lief. Ja, heel aardig.
Hij wordt ingelijst en u krijgt hem mee. En we sluiten het debat met de vraag: welke student heeft u vandaag groter laten denken? Hij. Hij. Kom er even bij. Je krijgt een applaus van iedereen. Ja. Een hand van u. Dankjewel. Okay. Ben er mooi ook bij. Wat is je naam? Tim. En Tim, van welke opleiding ben je? Ik ben van toegepaste psychologie in Eindhoven. Oké, okay. Joep, zou je even kunnen zeggen waarom je deze student gekozen hebt? Nou, gewoon het gaat om de grote lijn in het leven. Tenminste, iedereen die bepaalt zijn eigen grote lijn. En jij vraagt naar mijn essentie, mijn grote lijn. En dat is deze. En er stond tegenover dat degene die de beste vraag stelde, die kreeg 2 kaartjes voor de voorstelling. Dan ben je ontzettend een lul, want je zegt tegen mij, ik ga morgen naar de voorstelling. Ja, dus wij geven die kaartjes aan het meisje van de brownie. en jij krijgt een paar mooie boeken. Ja. Jij mag hier blijven staan voor de Denk Grote foto. Je krijgt eeuwig roem. Ik dank jullie natuurlijk voor jullie prachtige vragen. En het laatste mooie applaus is voor Joep van het Hek.